ik ga vandaag beginnen met iets heel leuks, want... Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben allesbehalve scherp, zie ik. Het is beter. En ik ga vandaag beginnen met iets heel leuks, want ik heb de uitnodiging binnengekregen. Ze zijn gisteravond binnengekomen, maar toen was ik er niet, dus Marco heeft ze aangenomen. En ze zitten in plastic gezield, wat ik... Oh ja, ik ga ze wel openen nog één weer. En heel leuk, want ik kan Sarah ze uit gaan delen. Tada, tada, tada. Kijk hoe schattig. En mijn gedichtje wat ik zelf heb geschreven met alle gegevens van de verjaardag. En ik heb Marco aan het werk gezet. Het is ergens een beetje fout gegaan. Want ik had gevraagd of hij iets op de voorkant en iets in wilde zetten. En dat is niet helemaal gelukt. Want hij heeft wat op de voorkant moest en de binnenkant schrijven. Ik doe even mijn hand er gedeeltelijk voor. Want daar staan onze persoonlijke gegevens en die hoef ik niet echt te delen. Maar dit is dan de uitnodiging voor de kinderfeestje geworden. Maar de voorkant is dus leeg, dus mag hij vanavond verder. Hij haalt ze ook nog niet af. Mag hij op de voorkant dan maar uitnodiging of zo gaan schrijven. Want ja, ik vind het zo een beetje kaal. Maar goed, we gaan ze zo wat we al hebben in enveloppen doen. We hebben daar een verjaardag, de kassa er al in geven. En de mensen hier in de buurt stoppen hem dan ook vast even in de bus. En... dan kunnen we de andere enveloppen daarna gaan doen. Dan kan ze ze maandag op school voor de kinderfeestje uitnodigen. En kan wat op de post moet op de post. En vind ik dat zo leuk om samen nu met te doen. Dan gaat ze zelf namen schrijven en zo. Helemaal geweldig. Maar goed, daar hebben we nu niet heel veel tijd voor. Want we hebben zo ook weer een verjaardag. Zij is heel schattig druk envelopjes aan het schrijven. Nou, uitnodiging met cadeautjes voor zo. En uitnodigingen die we nu gaan uitdelen. De eerste. Nummer 2. Nummer 3. Maar je wilt toch bellen? Bellen is sneller, maar dat doe je niet. Zou er iemand zijn? Ik denk het niet. Dus dan moet hij toch in de brievenbus. Dus misschien heeft hij nog wat te slapen. Wie weet? Hi. Komt-ie. Vol spanning. Hi. Hi. Ze heeft dit helemaal niet gehoord. Wil je klepperen? Maar klepperen. We doen het voor alle twee nu. Hey. Oh, jij denkt dat is een grote... Oh ja, die is gewoon op jou. Kijk. Goedemiddag. Kom verder, hè? Nou, mag je eerst je vriendje gedag zeggen? Ja, zo is het hoor. Ja hoor. Ja, loop maar door hoor. Hi. Hoi. Ik denk dat hij buiten is. Waar is Zeno? Mama, mijn oogvriend! En die hebben ook cadeautjes. Hebben ze ook cadeautjes? Hoi. 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 Zo leuk, ze heeft zo'n tasje gekregen met van die kleine speeltjes erin. Ze zit helemaal in het spelletje.
En we gaan naar huis. Het was echt wel weer heel gezellig. Maar ik ben best wel moe, want het was gisteren ook laat geworden. Dus we gaan gewoon even op bank hangen vanavond, denk ik. En niks doen. Vind ik een heel goed idee. Wat? Ik had ze allemaal. Ja, schat, dat heb je als je rijdt. Dat had ik al gezegd. Hè. Je mag het doen. Maar de auto wiebelt nou eenmaal. Dat hoort erbij. Wat maakt het uit? Gelukkig. Heb ik nu alweer. Goed zo. Sarah ligt al even lekker te slapen. En we zijn de Roast of Justin Bieber aan het kijken. En ik heb een zakje meegenomen. Dat is wel goed, want dit is een klein beetje. En vind je het zo verschrikkelijk lekker. En dit is echt te grappig op tv. Ik ga echt zo stuk. Oh, dat was zo zielig. Echt net nadat ik de camera had uitgezet, hoorde ik Sarah helemaal roepen in paniek. Die voelde zich echt niet lekker. Ze had heel erg buikpijn. De buik was ook echt heel hard. Toen moest ze weer spugen. Nou, 2 dagen geleden natuurlijk had ze in de ochtend gespuugd. Toen, eigenlijk daarna ging het gelijk wel weer beter. Dat was 2 dagen geleden ook al. En ik ben heel scherp elke keer, zie ik. Hallo, camera. Ja, daar ben ik weer. Dus heel de tijd bij haar gelegen. En even lekker gewoon gekletst. En nu ging het gewoon weer goed. Is in slaap gevallen. Maar het is ondertussen wel laat. Dus ik ruim even snel de kamer op. En dan ga ik mijn bedje in. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren. En duimpje achter te laten. Reacties zijn ook heel erg welkom. En dan zie ik je morgen. Doei doei.